Hoe gaat een coloscopie? Waarom zou je willen weten of darmkanker erfelijk is? Al die vragen, daar wil je eigenlijk een antwoord op hebben. We begrijpen veel meer van die dikke darm dan we vroeger deden. En dat is natuurlijk een heel belangrijke verworvenheid. Dit is een capsule, een videocapsule die maakt intern van het hele maag-darmstelsel met een soort flashlicht 30 keer per minuut een opname. En het zou natuurlijk geweldig zijn als je zo meteen op basis van DNA al een beetje gevoel hebt welke medicijnen. En dan heb je de kanker in het kweekbakje en dan heb je een aantal medicijnen die je zegt van nou die zouden kunnen werken. Je kan dat uittesten zonder dat je de patiënt mee belast. Bijna 70% van de patiënten met darmkanker kan tegenwoordig genezen van de ziekte. 2800 minder mensen per jaar die komen te overlijden aan de ziekte. Maar daar gaat het me om. Meer mensen herkennen, zodat we iets kunnen gaan voorkomen. Zodat we niet hoeven wachten tot het gebeurt, maar iets kunnen gaan doen.